Yo guys, willen jullie kijken naar een nieuwe video? Hier op mijn kanaal, in, weer in het prachtige Duitsland. Want ik ben hier nu weer voor de tweede keer in een paar dagen. Vandaag zijn we met een game-trein hierheen gegaan. Dat was wel super dik. Het is echt een hele lange trein. En dan zie ik, kun je gewoon lang kun je tegen elkaar spelen. Dat is wel leuk. Ben je samen met Bart, Jan en Linda? Hallo. Hoi. Zij wou er niet op. Bleur me eventjes. Ik kan niet bleuren. Mijn lach even veranderen in een andere lach. Naar wat voor lach? Duimpje! Nou moet ik jullie alle twee gaan blurren. Ja, ik wil niet tegen stoppen. Nee. Bart, jij ook? Ja, ik mag gewoon op hoor. Oh kijk, dat is iets minder editwerk. Ja. In ieder geval, wij gaan nu even lekker naar het centrum toe. Achter mij is Gamescom. Wij zijn er natuurlijk al geweest, dus dat is voor ons niet heel erg speciaal meer. Dus wij dachten, hey, we gaan even lekker naar het centrum van Keulen. We gaan even lekker ons ding doen. Ik ben fucking zwart in één keer. Maar het maakt niet uit. Check dit, ouwe. Oké, nu is het weer beter. We zijn natuurlijk ook okay heen geweest, dus het is niet zo heel interessant meer voor ons. Dus wij gaan lekker naar het centrum toe. Ik heb internet hier in Duitsland, heb ik aangezet. Dus ik zal waarschijnlijk ook nog een Pokémon vangen in deze video. En jullie gaan het allemaal zien, dus we gaan even lekker... Gewoon lekker een hele dag chillen in Köln. Heb je zin in Bart? Yep. In Köln. Dus ik zie jullie zo weer, jongens. Oké. We weten ongeveer een beetje de weg. We weten dat we naar deze toren moeten, daar jullie in de verte gaan zien. Heel mooi, die toren. Ik heb in ieder geval vast mijn Pokémon opgestart. Tenminste, die ga ik nu opstarten. En dan gaan we even kijken of we een paar Pokémon vandaag kunnen gaan vinden. Het is wel grappig, ik ga gewoon een paar Duitse Pokémon zoeken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Kijk, ik ga even mijn incense aanzetten. Hop. Incense, ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. En dan gaan we gewoon lekker Pokémon vangen. Heel erg benieuwd, want ik heb vorige keer heb ik hier ook wel een paar redelijk gaaf Pokémon gevangen. Dus ik hoop dat we nu, want we zitten nu iets langer gewoon in het centrum, we zitten gewoon de hele dag in het centrum. Dus ik hoop dat ik ook meerdere Pokémon kan vangen. Dat ik het gewoon ook aan jullie kan laten zien, dat wordt super chill. Misschien vinden we nog een paar lurespots, dat zou ook wel heel erg sick zijn. En let's fucking go. Ik ben heel erg benieuwd. En ja, let's fucking gotta catch them all. Oké, luister dan. Ik heb daarnet gewoon offscreen, heb ik gewoon een freaking seal gevangen. Ik ben er heel erg blij mee. Want vorige keer bij Kijkduin had ik ook een Dewgong, volgens mij heette die ding. Dat is de evolutie, ja. Dewgong kwam toen ook in beeld en toen had ik hem niet gevangen. En ik ben heel erg blij als ik gewoon zulke zeehondjes kan vangen. Oh fuck, glas. Duitsers, jongen. Ben je juist van zeehondjes vrijlaten? Ik ben van de zeehondjes vrijlaten, ja. Dat hebben we een keer gedaan. Ja, omdat ik ze wil hebben. Maar ze zijn veilig bij me. Maar uiteindelijk worden ze weer getransferred, hè? Uiteindelijk worden ze getransferred naar Candy. Ja, dan gaat het heel erg slecht gebeuren. Ja, kijk die auto hier nog wacht. Check die auto. Hoe fucking lelijk is die? Die witte. Ja, die witte, ja. Is het drive dat is die now? BMW i nog wat. Gadverdamme. Dat is een elektrische auto. Ja. Gadverdamme. Anyway, ik ga nu even die Dewgong vangen en ik hoop dat ik gewoon meteen weer een nieuwe seal kan vangen. Linda, wat de hel ga je doen? Mijn fiets staat hier nog, de vorige keer. Oh mijn god. De sleutel dan. Die heb jij. Die heb jij. Lol, gewoon twee druisjes achter elkaar, jongens. Holy shit. Wat ben je aan het doen? Dit is mijn fiets. Het is jouw fiets. Ja, die heb ik vorige keer laten staan, weet je nog? Nou, neem maar mee dan. Je hebt wel echt een fucking mooie fiets. Thanks, mate. Dat moet ik wel echt even zeggen. Wow, gepimpt. Boom. Mijn mate. Doe net zoals Pim My Ride. My Ride is echt een bam. Check die velgen. Jezus, dat hebben mensen al gezien. Check die velgen. Kijk dan. Kijk die hey, velgen. Hey Linda. Een glamour, glamour. Weet je, ben ik echt hard gaan lachen als nu de persoon komt van wie die fiets echt is. Ja, dus laten we maar weer gaan. Check dit gewoon. Dit is gewoon doei, Linda. En deze, doei. Deze, dat is gewoon voor in het donker. Doei. Waar ga je niet? Wacht dan. Nee. Fucking hell. Hey jongens, Jan probeert hier even een gekke challenge. Ik heb intussen hier op mijn mappie is er vlakbij een Dragonair. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Volgens mij niet. Ik moet echt even ander iets gaan halen om dat allemaal op te nemen. Wacht. Hier. Ah, misschien zien jullie Dragonair, misschien niet. Jij gaat een gekke challenge doen. Ik ben benieuwd of Dragonair hier gaat spawnen en zo niet. Dus vind ik heel erg balen. Ik ben heel erg benieuwd of Jan ook gaat falen. Oh, mijn ei komt uit! Oh, ik heb een matchup, joh! What the fuck? Oh shit! Oké, dat is nieuw. In één keer fucking rennen met een eitje. Oh, nog eentje, joh. Hier, gaan we er nog één openen. Hier, let op. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Volgens mij wel, ja. Kom op! Kom op!
Wat is dat? Een Oddish. Is dat een Oddish? Ja, dat is een Oddish. Hey, er spant iets. Holy shit, we kunnen met Oddish kunnen we gaan evolven. We hebben een Drowsy bij onze incense. Die gaan we niet vangen hoor. Fuck Drowsy op dit moment. Wacht. Even kijken of Jan kan falen. Fucking hell, jongen. Ah, dit is fijn, hoor. Ik kan het. Ik ga die shit niet doen, hoor. Ik vind dat veel te slecht. Hè. Anyway, wat ik net wil zeggen, dus gaan even onze Oddish gaan we eventjes evolven. Want dat kan gewoon allemaal. Kijk, want ik had 637 Oddish. Even evolven. Ik heb 41 candy ervoor. Dus kan nou naar de fucking Pokémon Go. Nee, hou je mond. Hou je mond. Fuck jou. I play Pokémon Go every day. We gaan hem even evolven. Dan wordt waarschijnlijk... Wat wordt de Oddish ook weer? I play Pokémon Go Blue. Every day. I play Pokémon Go every day. Uh-oh, retard alert. Retard alert, clap! Oh. Ja, dat kan ik niet meer, man. We hebben een Gloom, jongens. We mogen nog eentje aan onze Pokédex toevoegen. We gaan lekker. We zijn nu al lekker op dreef in Duitsland. En ik ben er heel erg blij mee. Want ik wil heel graag die Pokédex gaan vullen. Sinds ik er niet zo heel veel speel. Oh, we moeten 100 candy om naar Velbloem of zo te laten golven. Ja, wat maakt het nou uit? Dan schreeuw ik harder. Brug over. En ik hoop dat ik die dringer nodig vind. Als ik die dringer vind, laat ik het zo snel mogelijk aan jullie weten. Oké, jongens, ik heb net letterlijk mijn camera 5 minuten uitgezet. En kijk eens wat daar staat. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik moet er echt even iets voor vinden. De dringer is gespannen en we gaan hem gewoon vangen, jongens. We gaan hem gewoon vangen. Dit is een Dratini trouwens. Ik zit een stap te ver, jongen. Hij moet er wel even in. Wacht, ik ga hem even een candy geven. Wat heb jij nou, joh? Een Dratini, jongen. Een Dragonair. Nee, daarom. Dat was te ver. We gaan even een Great Ball voor hem gebruiken. Want ik wil hem wel gewoon echt in één keer hebben. Ik wil niet dat hij gaat vluchten. Ah, jezus, kopt hij mijn bal weg. Oké, jongens. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Volgens mij hebben we hem. Let's fucking go, we hebben hem. Er zijn 3 candy erbij. En hij is meteen ook weg van de radar. Super chill, super awesome. Het begint al lekker. Het begint lekker. Duitse Pokémon zijn awesome. Ik kan nu wel ongeveer zeggen dat we in het centrum zijn aangekomen. Je kunt het ook eigenlijk een beetje zien aan Pokémon. Er zitten heel veel Pokéstops. En als je goed kan kijken, zit hier een Alakazam. En dat is wel echt super dope. Waarschijnlijk kom ik hem niet tegen, want zo zijn ze altijd wel moeilijk om te halen. Dikke trein trouwens. Zo'n treintje dat door de stad tegen gaat. In ieder geval, we gaan even lekker van genieten. We gaan even misschien een terrasje pakken, even lekker rondlopen. Vorige keer namelijk met Gamescom hebben we namelijk niet zoveel van het centrum gezien. Kunnen we nu wel doen, daar hebben we de kans voor. Misschien kunnen we nog even wat leuke dingetjes kopen. I don't know, we zien het wel. Maar we gaan er in ieder geval lekker van genieten. Ik ga lekker mijn Pokémon vangen. Tot zover ik hem ze kan vangen. En ik laat jullie weten wanneer ik die Alakazam heb gevangen. Want dat is wel echt een Pokémon waar je heel lang over doet ook om te halen. En best wel zeldzaam is om in het wild te vinden. Dus ik hoop dat we hem kunnen vinden, jongens. Ik hoop het echt van harte. Dit is van Luke's familie. Yes. We zijn gewoon op het punt waar de kathedraal. Volgens mij noemen ze zoiets niet eens meer een kerk. Nee, ouwe, zoiets noemen ze niet eens meer een kerk volgens mij. Ouwe, sorry. Hey, jongen, kerelman. Anyway, we zitten hier wel eventjes lekker volgens mij. De kathedraal ziet er weer super mooi uit, zoals altijd. Mijn telefoon trilt wel zijn best. Er zijn hier echt een stuk of een paar lurs staan hier aan. Maar ja, daar zijn we niet dichtbij genoeg. Dus we zien het wel. Alles trilt, jongen. Alles trilt lekker. Oh, doppie. Ach, verdamme, wat is dat, jongen? Je hebt die rails zo. Kijk eens even, jongens. Holy neten. Dat is toch mooi. Zie je, Duitsland kan wel mooi zijn. Potje en derrie. Swagger Boys. Okay, ik heb heel even mijn Pokémon Go verruild voor de kaart. Op de kaart. Want we gaan eventjes kijken wat we hier allemaal kunnen doen. Want we zitten hier nu wel. Alleen we zijn het hier natuurlijk totaal niet bekend. En er zijn hier alleen maar cafeetjes en weet ik wat allemaal. Dus ik heb heel even wat opgezocht
Er zijn hier een Adidas store in de buurt. Zijn dus daar gaan we even gewoon kijken. Even kijken. Daarna zien we dan wel weer verder wat we gaan doen. Maar Keulen is een leuke stad, alleen er zijn te veel cafés. Er is hier niet echt wat te doen, zeg maar. Er is natuurlijk wel een toeristische attractie, dus namelijk die dom. Maar we moeten hier rechtdoor. En voor de mensen die mij kennen, ik ben heel slecht in routes. Maar deze komt wel goed. Deze moet goed komen. Jezus. Oké. Intussen zijn wij. Een paar uurtjes verder, of tenminste een paar minuutjes, weet ik veel hoe je het wil noemen. En we hebben eventjes lekker gegeten bij de McDonald's natuurlijk. Ik ben heel even mijn Pokémon opstarten. En wat wij nu bij ons hebben is, wij zien namelijk heel veel mensen. Ik weet niet of je op de achtergrond ziet. Daar. Met hele grote ballonnen lopen. En wat zit daarin? Er zit helium in. Dus wij dachten, we nemen gewoon een paar van die ballonnen mee. En dan gaan we gewoon even met helium kloten. Dat leek ons best wel leuk even om te doen. Ik heb mijn Pokémon weer opgestart. Het is verder niet echt heel erg veel bijzonders. Dus ik zie wel verder hoe ik het ga doen. Maar we hebben in ieder geval helium. En dat wordt wel echt super grappig. Dus jullie gaan zeker zien wat de uitkomst van is, zeg maar. Het wordt super grappig. Wacht. Nog eens. Wat de fuck? Zet hem aan mijn naam, mijn naam is het 10 jaar watje. Oh my god. Oké, dit is mijn normale stem, hè? Ja. Hallo jongens, ik. Oh my god. Ik moet eens even een schermen opzetten. Ik kan niet zo goed praten. What the fuck, ouwe. Oké, okay, nog eentje. Ja, natuurlijk. Oké. Oh, maakt niet uit. Ik moet nu misschien eventjes een stemmetje gaan zeggen, want Doe je intro eens, Oké, mijn intro. Yo mensen, Jeraske hier en welkom bij weer een nieuwe video. Auwe, what the fuck? Zal ik het doen? Oké, dit is normaal. Oh my god, ik ben fucking zenuwachtig. Wacht. Hallo? Oké. Nou, we zijn hier duidelijk aan. Je moet meer nemen. Eerst uitademen en dan inademen. Dus, en gewoon, wacht. Ja, okay. Oh jongens, kijk uit! Oh, er komt een parade. Wacht, kijk. Doe snel. Er is daar een parade aan de hand. Wat is er aan de hand? Oké. Kom. Hij zal dat opzij. Oké, nu Bart nog, alleen Bart nog. Komt ie. Ja, dat is echt. Wat de heck is dit dan? Wat? Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Alleen er komt muziek langs. Dit ziet er wel dope uit hoor. Mensen langs. Dus, Oh, jezus. Oké, jongens, ik heb even mijn zoektocht naar Pokémon gestart qua Pokémon Go. We zijn nu op zoek naar een speelgoedwinkel. Wat wij gaan doen in de speelgoedwinkel is, wij gaan Pokémon kaarten halen. Jazeker, die gaan we even halen. We weten alleen niet waar we 1, 2, 3 even een speelgoedwinkel hier in Keulen kunnen vinden. We hebben net aanwijzingen gekregen waar het in principe kan zijn. Kaufhaus of zoiets heet het. Daar moeten we heel eventjes heen en dan gaan we even Pokémon kaarten. Ja, ik denk dat we een paar Pokémon kaarten gaan kopen. Gewoon puur voor lol. Dan kan ik waarschijnlijk een paar openen voor straks. En wauw. En waarschijnlijk voor de trein of zo, weet ik veel wat. Het is hier echt gigantisch druk. Hier zit ook trouwens een kledingwinkel. Die muziek afspeelt. Nou, dan moet ik eerlijk zeggen, ik vind het wel redelijk dope. Ik denk wel dat je dan klanten aantrekt, zeg maar. Dat maakt je winkel wel weer bijzonder, zeg maar. Een beetje uniek. Een bepaalde doelgroep. Precies, ja. Een bepaalde doelgroep. Ja. Bereik je daarmee. Dus dat is wel echt super gaaf dat ze, hier doen, dat, ze dat hier doen. In Nederland zie je dat niet 1, 2, 3. Waarom? Maar we gaan dus even nog even checken naar die speelgoedwinkel. Ik ben benieuwd of we hem gaan vinden. Ik denk het wel. Lijkt mij niet dat het zo klein is. Dus let's go.
Wat is dit, jongen? Ik snap echt. Ik ben hier in Duitsland, maar ik snap het niet meer. Deze man wordt helemaal gek, jongen. Ik snap het niet meer. Hij heeft zo'n doktoy ingeslikt. Jongens, even. What the fuck, ouwe? Wat is dit, man? Hot! Ouwe, check zo, check zo. Bart, check zo. Ja. Wat een mooi, goed mooi. What the fuck? Wat vind je ervan? Linda gaat hem geld geven. Oké, Linda, je kan het. Ja, ik wil geld. Je kan het, Linda. Hij doet het niet. Nee, ik ga geen kutje. Ring, joh. Vliegen. Oh my god, waar is die? Hij deed kapot slecht. Ja, zie je dat hij van mij nou beter was? Ja, sorry. Tjonge, jonge Jan. Zit hij lekker in de ijs? Jan heeft getrakteerd. Ik wilde trakteren, maar Jan ging proost. Proost, proost, proost. Proost. Wow. Gooi hem erbij. Nou, we klikken er wel even af. Er komt een klote treintje weer. Ik heb haast nog chocolade en zo'n chocolade. Nee, chocolade. Chocolade. Wat zou ik doen? We hebben bijna een gebied zo. We zijn net even heerlijk. Ik ben helemaal naar de kloten, jongens. We hebben heerlijk in het gras eventjes gelegen. Ik ben in slaap gevallen. Ik weet niet wie nog meer in slaap zijn gevallen. Jan is in slaap gevallen. Verder, verder dus niemand. Ik lag gewoon chill. Verderop hoorde ik dus al de hele tijd dat ik in het gras lag. Zijn ze iets met godfeest volgens mij aan het vieren of zo? Zijn ze nu zo langs het water aan het lopen? Heerlijk op de achtergrond, super irritant als je wakker bent. Maar ja, super lekker. En we gaan nu terug, want het is nu 5 uur. En we moeten om 5:15 moeten we weer bij het station staan. Om terug naar Nederland te gaan. Dat is fucking relaxed. Hè? Er hangt een draadje uit je tas. Oh, dat is voor mijn oplader. Ja. Dat is mijn powerbank. Anyway, dus super relaxed. We gaan even teruglopen. Het is nog steeds heerlijk weer. Ik ben helemaal roos, ik ben helemaal kapot. Ik wil graag naar huis en ik wil lekker slapen. Alweer. Jesus Christ. Zo. We zitten lekker in de trein, jongens. Het is mooi geweest voor vandaag. Hey, fucking gordijn. Het is mooi geweest voor vandaag. Ik ben helemaal kapot. Volgens mij is Bart ook helemaal gesloopt. Je bent weer wit. Kutzon, jongen. Jan en Linda zijn eventjes wat drinken aan het halen. Want ik ben ook dorstig als het pest. Allemaal trouwens zijn altijd. Ik ben fucking lijk bleek, jongen. Maar ik voel me ook echt gewoon verrot, jongen. Maar dat komt volgens mij ook slaaptekort. Zoals jullie kunnen zien, we gaan Duitsland verlaten. Duitsland, je was voor een paar mooie dagen heel mooi deze week. Super tof, heel erg genoten. Voor de rest hebben we de hele dag gewoon lekker genoten. Ik ben trouwens gepromoveerd, jongens. Kijk. Ik ben nu hier als I. Super, super leeg. Ik ga jullie waarschijnlijk nog eventjes op Interest Centraal en anders op Hilversum Centraal. En anders op de weg terug gewoon naar huis. Maar het komt wel goed. Eerst even, wauw, ik was fucking donker. Ik wil niks zien, jongen. Deze is niet wit, nu is die donker. Nou, het is echt erg, hè. Deze kan mee, jong. Anyway, jongens, ik zie jullie wel op Utrecht Centraal als ik wil. Ik kijk wel even. I'm
Zijn we bij de volgende dag. Ja, ik was gisteren heel erg kapot, zoals jullie waarschijnlijk hebben gemerkt in de vlog. Ik ben de laatste tijd sowieso een beetje, ja, hoe zeggen we dat, een beetje vermoeid. Ik ben de laatste tijd een beetje moe. Ik ben het niet helemaal gewend voor wat ik nu doe, zeg maar. Gewoon 2 video's per dag, in de week. En dan tot heel laat ga ik dan door met editen, renderen en al dat soort dingen. Maar even buiten dat om. Het is ook echt een hele drukke week geweest. Natuurlijk ben ik dinsdag en woensdag ben ik naar Gamescom geweest. Waarvan trouwens alle beelden gecorrupt zijn. Fucking Mongolisch. Vind ik echt heel jammer. Dat heb ik ook op Twitter laten weten. Dat alle beelden van Gamescom gecorrupt zijn. En dat vind ik echt heel erg rot. Want het was mijn allereerste keer Gamescom. En dat is nu allemaal weg, zeg maar. Maar dat maakt helemaal niet uit. In ieder geval, dat vind ik dus heel erg flippen. Jullie hebben alle vlogs kunnen zien van de crew, zeg maar. Dus dan weten jullie wel zo'n beetje wat we hebben gedaan. Dus daar ben ik wel in principe blij mee. En mijn moeder is keihard aan het schreeuwen. Die weet het niet, maar ja, fuck it. Dus ja, die hebben jullie allemaal kunnen checken. Dus daar ben ik wel echt super blij mee. Ik vind het heel jammer dat ik niet mijn stuk heb kunnen delen met jullie. Maar komt goed, want over anderhalve week... Volgens mij, laten we zo zeggen, de 31ste. Ik denk dat ik dat waarschijnlijk wel al mag laten weten. Dat hoop ik tenminste dat ik dat mag laten weten. Ga ik namelijk naar Call of Duty XP in Amerika. En dat is super, super ziek. Dat is de allereerste keer dat ik naar Amerika ga voor Call of Duty gewoon, zeg maar. In het algemeen, gewoon voor YouTube. En dat is echt heel erg ziek. Dus dan ga ik naar LA toe, naar Call of Duty XP. Daar ga ik sowieso alle dagen vloggen. Ik ga er 6 dagen heen volgens mij, dus we moeten even vooruit werken. Dus dat komt helemaal goed. Maar ik mag daar sowieso heen met Jan. Volgens mij gaat Linda ook nog mee. Ronald in plaats van Como, want Como is volgens mij op vakantie en die kan niet. En met Maxime. En nog een paar andere gasten natuurlijk. Die gaan met, Activision gaan we natuurlijk naar Call of Duty. Dus dat is natuurlijk super, super vet. Dat we sowieso naar die wereldkampioenschappen mogen. En ik moet jullie natuurlijk ook nog allemaal heel erg bedanken daarvoor, want jullie geven deze kans. Dat ik dit, ja, dat ik dat zeg maar kan doen. Dat ik gewoon 6 dagen naar Amerika kan gaan. Voor YouTube, voor Call of Duty. Gewoon lekker kan genieten, zeg maar daar. En daar ben ik echt heel erg voor bedanken. Echt super tof. Sowieso heel erg bedankt voor jullie support. En laten we nog lekker zo doorgaan. Er komen sowieso dan vlogs aan. 100% zeker. Ik weet niet of ik ze daar edit en upload. Of dat ik ze pas na Call of Duty, zeg maar, edit en upload. Dus een week daarna. En dat ga ik nog allemaal zien, even kijken, want ik heb nu een Mac, zeg maar, die kan ik meenemen. Maar er zitten geen editprogramma's op en allemaal dat soort dingen, moet ik waarschijnlijk dan nog even regelen. Maar het komt zeker goed, dus daar heb ik echt super veel zin in. Ik heb sowieso een heerlijke tijd gehad in Duitsland, ik kan nu niet zeggen vandaag. Maar gisteren heb ik gewoon een heerlijke tijd gehad in Duitsland en ja, super tof. Dus als je het leuk vond, laat ook even een blauw duimpje achter. Ben je nieuw op mijn kanaal, check natuurlijk mijn kanaal uit voor meer van dit soort video's. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal, check natuurlijk ook eventjes Jans kanaal uit en Linda's kanaal uit. En Bart, ja... Ja, die heeft geen kanaal of volgens mij ook Twitter. Dus ja, gewoon dikke shout-out naar Bart toe. En dikke shout-out naar Tweakers natuurlijk. Dat we mee konden naar Duitsland. Nogmaals voor de 2e keer naar Gamescom. Terwijl we niet naar Gamescom zijn gegaan. Maar heel erg bedankt voor het meenemen naar Duitsland. En dan zie ik weer bij de volgende video. Later jongens.